party. Hallo mensen, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video, een nieuwe Disney vlog. En vandaag gaan wij allereerst eventjes met de Disney figuren daar verderop in het Disney park ontbijten. Ik heb geen idee wat we er precies van kunnen verwachten, maar ik weet wel dat het waarschijnlijk hartstikke leuk gaat zijn. En daarna gaan we het Walt Disney Studios park in. Het is natuurlijk het andere park van Walt Disney, want er zijn twee parken. Gewoon één, het normale park, en twee, het Walt Disney Studios park. En ik heb gehoord dat het waarschijnlijk een heel leuk park gaat zijn, met ook van alles en nog wat aan attracties. Dus dat gaan we nu eens eventjes uitchecken. Jan wil dat we gaan wisselen, want nu denkt hij dat Mickey naar hem toe komt. En hij wil dat Mickey naar mij toe komt. Ja. Waarom? Groot oor heeft hij, hè? Ik ook. Gaat hij toch naar jou toe, Jan? Ja, naar mij. Ja. Perfect. Oh. Jou nog hier. Ja. Tada! We geven hem een high five of zo. High five. Kusje! Oh. Wat vond je van je eerste Mickey kusje? Ja, ik was wel een beetje beleefd hoor. Hi. Geef een kusje! Heel veel kusjes. Probeer hem een kusje te geven. Hij lacht altijd. Geef hem iets cools. Binnen hoor. Oh. Hij kwam er niet tussen. Hij gooit dat Jan, wil je erbij? Jan, kom. Ja. Ja, met z'n allen. Yes. Hij komt er niet tussen. Hij gooit alles om, hoor, niet bij. Hij gooit echt alles om, ja. Grappig. Wij zijn klaar met ontbijten met eigenlijk de Disney figuren. Ik vond het op zich wel grappig. Ik wist niet dat het zo groot zou zijn. Ik had eigenlijk verwacht dat er wat minder mensen zouden zitten. Maar eigenlijk is het natuurlijk ook wel logisch. Ik vond het eigenlijk wel leuk. Jij, Jan? Tip top in orde. Wat vond jij het leukste Disney figuur? Dagobert Duck. Waarom?
Omdat hij, hij is gewoon cool. Ja, hij is gierig. Hij is gewoon swag. Hij is gierig. Ja, ik ook. Hij heeft veel geld en hij is gierig. Kijk eventjes hoe vet het er hier uitziet. Wauw. Ik vind het echt heel gaaf. We zijn nu dus in de Disney animatie galerij studio en ja, we gaan dus naar, als het goed is, naar een show kijken. Ja, je ziet hier eigenlijk een klein beetje gewoon het begin en de start van Walt Disney. Hier kan je leren om de Disney animatie zelf te tekenen. Jan en ik zijn net de Crush Coaster geweest en het was op zich best wel een geinige achtbaan attractie, maar ik moet eerlijk zeggen dat die best wel kort was. Ik wou eigenlijk het begin ook filmen, maar we dachten, omdat het best wel veel turbulentie had en super snel ging, wat ook op de bordjes aangegeven stond omdat je ervoor gewaarschuwd werd, dachten wij van, nou weet je, we doen de camera weg, maar ondertussen, toen we erin zaten, hebben we er toch eventjes bijgepakt. Dus het begin hebben we niet opgenomen, maar het was wel, het ging best wel snel. Het was alleen een beetje kort. Gaaf.
Daar heb je Rex natuurlijk van de film Toy Story. En dat is eigenlijk mijn favoriete character van de hele filmserie, reeks. In de stijl van Frankrijk of Frans, want er staat hier een attractie en dat is van de film Ratatouille en dat is natuurlijk een grappige film met een muisje die super goed kan koken of in ieder geval de chef-kok bestuurt zodat hij heel lekker eten maakt en de film zelf is dus gewoon hartstikke grappig. Maar dit plein is helemaal de trant daarvan. Echt een delicatessenplekje, allemaal kraampjes met Franse hapjes. Dat is wel leuk om eventjes te laten zien aan jullie. Kijk, dit is super gaaf, want dit is natuurlijk van Monsters & Co. Dus daar heb je natuurlijk Mike Wazowski. Maar dat is dus de kamer van Boe. De kamerdeur van Boe. En dat is ook heel grappig. Want hier heb je natuurlijk de surkous van een mevrouw. En hier heb je screen monitoren. Dus dat is heel grappig. Dus je kan hier gewoon in gaan schreeuwen. En dan geeft de monitor als het goed is weer hoe hard je schreeuwt. Dat is wel gaaf. Disney meeting aan de gang, want overal over het hele plein eigenlijk verdeeld zie je allemaal Disney figuren hun eigen meetings houden. Daar heb je volgens mij verder op Mary Poppins, Minnie, we zagen natuurlijk net al Donald Duck. Daar in de verte heb je Goofy staan. Goofy zelf vind ik zelf wel heel grappig. En daar tussen de menigte van de mensen in heb je ook Pluto.
En het grappige is ook dat alle Disney-personages hun eigen karakter hebben. Dus ze hebben gewoon hun eigen manier van bewegen, van doen, van lopen, et cetera. Bijvoorbeeld Goofy is heel erg lomp en die doet heel gek en steeds rare pasjes. Minnie doet echt van die typische meisjesdingen. En ik zag net ook een heks rondlopen. En die moet gewoon echt in haar personage blijven. Dus ze mocht ook gewoon niet lachen. Ik filmde haar en ik moest eigenlijk naar haar lachen. Maar ze lachen gewoon niet terug. Want dat is in Disney gewoon heel erg streng. Dat ze zich aan hun karakter moeten houden van hun personage. Bobo, I'm here. Winnie, I'm in your En die heeft echt een scheve mond hoor. Oh, would you dance? Kijk, super grappig, die deuren die gaan omhoog. Le scénario décrivait une ville féerique située au bord d'une somptueuse cascade. La voilà. When only the real thing will do, the physical effects department goes to work. Les images de sa thèse paraissent même parfois plus vraies que nature. Bravo les mecs, ça c'était super drôle. Hein? Mais tout comme le cinéma a encore besoin de vrais acteurs en chair et en os, j'espère que vous êtes d'accord. Eh bien des effets spéciaux bien réels. On the upcoming set, they're shooting a scene that's loaded with physical effects. Mesdames et messieurs, vous les enfants, nous allons faire un arrêt sur le plateau des effets spéciaux. En raison du caractère dangereux du tournage en cours, merci de rester bien assis, de garder vos bras et mains à l'intérieur du tram et de ne pas changer de place. Merci. S'il vous plaît, Women City, please. On s'assoit, s'il vous plaît, Women City.
Les pompes de ce jet d'eau sont si puissantes qu'elles peuvent envoyer un ballon de foot jusqu'au sommet de la tour Eiffel. Imaginez un peu la tête des touristes en haut. We waren net dus op een setstukje en daar kwamen allemaal special effects dus eigenlijk aan beeld. Er kwam regen, er kwam vuur, explosies. Het was eigenlijk gewoon heel erg vet. Er kwam een van de waterval naar beneden zetten door de rotsen heen. En het is wel gewoon echt heel gaaf. Les studios de cinéma ont toujours aimé faire du recyclage. Et je vous parle pas seulement des films à suite numéro 1, 2, 3, 4. Ici, vous pouvez voir quelques-uns des avions utilisés dans le film de Pearl Harbor, prêts à reprendre du service. Puis les dragons peuvent être des créatures. We hope you share our admiration for the amazing craftspeople, writers, directors, and all who help us actors make dreams. Un studio de cinéma, c'est tellement de choses. Un atelier d'artistes, une scène pour les comédiens, une machine à tremblement de terre, un nid de dragon, et surtout... Ciao. Auf Wiedersehen und viel Spaß. Adios. And if you see any real dragons out there, slay them for me, will you? That's a wrap. Mesdames et messieurs, vous les enfants, merci de rester bien assis jusqu'à l'arrêt complet du tram en gare. N'oubliez pas de récupérer tous vos effets personnels, prenez garde à l'ouverture automatique de la porte et faites attention à la marche en descendant. Merci, nous vous souhaitons une très agréable journée au Walt Disney Studios. Ladies and gentlemen, boys and girls, please remain seated until the tram has come to a complete stop inside the station. Remember to collect all your personal belongings. Please be careful of the automatic door. And watch your step when leaving the tram. Thank you, and enjoy the rest of the day at the Walt Disney Studios. Je vous rappelle que vous êtes des agriculteurs.
Die was echt super vet. Ik denk dat dit wel de vetste attractie hier in het park is. Wat ik tenminste persoonlijk vind. Vanaf gewoon in 3 seconden ga je gewoon in 1 keer 100 km per uur. En Jan zei al, het is hetzelfde als dat je in een Tesla zit. Die geeft ook zo snel op. Maar fuck man. Ik ben er gewoon helemaal warm van. Ik vond het gewoon vet. Maar ook nog wat loopings. Hij ging gewoon echt super snel. Ik vond dit gewoon wel echt een vette attractie. Je hebt je ogen dicht. Oh, oké. Okay. En op de foto heb ik mijn ogen dicht. Maar ja, ik vond het echt vet. Et maintenant, mesdames et messieurs, et vous les enfants, merci d'accueillir monsieur et madame Indestructible. And now, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome Mr. and Mrs. Incredible. We zaten net heel eventjes bij de show van The Incredibles. Maar ik denk dat we er nog geen 2 minuten zaten. En Jan en ik keken elkaar al aan en we dachten al van nee, we gaan wel gewoon eventjes ergens anders naartoe. Nee. Dus net waren we ook nog in de hotel horror vrije val lift gegaan. En ik vond dat best wel scary als ik eerlijk ben. Want ik ben wel eens, ik ben sowieso in de vrije val in de Baron geweest. In Walibi in de vrije val geweest. Maar altijd als ik recht naar beneden ga met een onwijs hoge snelheid. En dan gewoon ook een heel stuk. Dan voel ik me altijd helemaal naar worden op de een of andere manier. Maar ik ben er net wel in geweest. Ja. Nou, wij zijn hier natuurlijk al 3 dagjes. En we zien natuurlijk al de hele tijd die mooie luchtballon daar. 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 En toen leek het me eigenlijk leuk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een klein beetje hoogtevrees heb. Maar het leek ons op zich best wel leuk om daar eventjes in te gaan. En dan konden we gewoon ook eigenlijk gewoon heel Disneyland vanaf bovenaf filmen. En nog meer van Parijs natuurlijk. Dus ja, dat is eigenlijk wat we nu gaan doen. Hoe hoog gaat die? 100 meter. 100 meter. Hoe lang duurt het? Ik weet ongeveer 6 minuutjes. En ik weet dat het een van 's werelds grootste luchtballonnen ter wereld is. En de veiligste. En de veiligste. Oké, we staan nu echt super dichtbij. Ben je al bang? Nee, ik ben eigenlijk nog helemaal niet bang. Nee, dat dacht ik, maar ik ben helemaal nog niet bang. Ik dacht zelf dat ik dit heel eng zou vinden, maar het valt allemaal nog wel mee. Ik vind het helemaal niet echt eng, tenminste nu nog niet. Zo ziet het er van de binnenkant uit. Zo ziet het er van richting boven uit. Het zit allemaal stevig vast, dus we hoeven ons denk ik nergens druk om te maken. Nou. En daar zien we natuurlijk de Disney Village. Lekker geluidje. Oh. Oh, hij stijgt op hoor. We gaan langzamerhand omhoog.
Het is wel gaaf hoor. Zo, dit ding gaat mijn hart ook. Ja, hij gaat best wel snel nog, al zeg ik het zelf. Ik heb ook hoofdvrees. Ja? Ben je nu bang? Nee, maar ik sta wel veilig. Tuurlijk staan we veilig. Ik ben bang dat ik nu mijn mobiel zo laat vallen. Ja, dat, ik ken het. Ik ken dat gevoel. Ik ken dat gevoel. Ik ben nu bang dat ik de camera naar beneden laat donderen. Ja, maar dat vind ik heel knap. Zo kluns ben ik wel. Nee, grapje. Hey, daar verder zie je Disney kasteel. Dat is wel vet. Dat is wel ja, ik wil even hier, want ik film net dat touwtje deed net ervoor. Oh, kijk dan eens. Gaaf hoor. Als ik nu naar beneden zo ga kijken, dan word ik misschien wel. Dan krijg ik misschien wel hoofdvrees, maar. Hoe gaaf is dit? Oh, 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 dit is de eerste keer dat ik dit zie. Dit is de eerste keer dat ik dit zie. Dat vind ik wel een beetje creepy, maar goed. Wat? Het is wel vet, ja, dat gat, weet je wel. Oh. Ja, dat is. Okay. Kijk dan hoe vet. Want daar staan echt een hoop auto's verderop. We gaan nog omhoog, hè? Ja, dat weet ik. Kunnen we dan ben ik touw af, dan gaan we nog hoger. We zijn echt ontzettend hoog al. En ja, het is best spannend, maar het is wel gewoon gaaf om één keer in je leven meegemaakt te hebben dat je in een luchtballon hebt gezeten. En ja, het uitzicht is gewoon super mooi. Ja, we gaan nog steeds omhoog. Kijk, daar is de ingang van het Disney park. Je daar het Disney kasteel zitten. Nou ja, het park is natuurlijk super groot. No, no problem. Do whatever you want. Ga die excuses aanbieden, dat is wel schattig. Voor wat? Dat is niet. Nee, dat is niet ons hotel. Dat is toch gaaf, moet je kijken. Het is echt wel hoog hoor. Zullen we even met z'n allen gaan springen? Dat zo, dat is best hoog. Gaaf. Het valt nog mee. Ik dacht echt dat ik heel bang zou zijn. Hoe ver Disney nog kan uitbreiden, hè? Ja, Disney kan echt nog wel veel meer doen en uitbreiden. Daar is die Big Ass Rotonde daar links. Daar zijn we langs gelopen. Ja, ik zit te kijken of ik nog iets bijzonders vind. Zie je daar misschien. Daar heb je een Disneyland station zitten. Kan je met de trein naartoe komen. Er staan ook gewoon weer bussen klaar zo te zien. Sorry als het een beetje rommelt, want de luchtballon die beweegt wel een heel klein beetje. Het is natuurlijk lastig dan om je camera recht te houden. Daar heb je ons hotel waar wij verblijven. Dan zien we het natuurlijk eens eventjes vanaf de andere kant dan de luchtballon die wij steeds hebben laten zien. En ja, het hotel is zelf echt gewoon wel best wel heel erg mooi. En ja, we kijken ook gewoon op het water uit vanuit onze kamer en natuurlijk ook op deze luchtballon. Daar heb je nog wat tentjes staan, daar heb je een super grote rotonde zitten, daar verderop rechts. Ja, het is echt wel heel erg mooi. Er zijn drie verschillende hotels rondom eigenlijk het Disney verblijf. Nou, we gaan al langzamerhand weer naar beneden toe. Hey Jan, sta je daar lekker? Zo. Daar zijn we weer. Okay. Nou, we zijn zo goed als veilig beneden aangekomen. Je ziet ook de wieltjes onder de luchtballon zitten. Ja, ik hou hem al vast. Ik hou hem al vast, want je weet natuurlijk niet wat voor wiebeling het geeft. Als je op de grond komt staan. Oh, valt nog wel mee. Valt nog wel mee. Nou, ik vond dit echt... Hij komt natuurlijk weer helemaal naar beneden. Ik vond dit echt super gaaf. Wij zijn weer terug op onze hotelkamer. Het is nu inmiddels 10:30 bijna.
En ja, ik heb me vandaag super erg vermaakt. We zijn allereerst wezen ontbijten met Disney figuren die overal rondliepen en langs de tafel kwamen. Jan had nog een kusje van Katrien gekregen. Dat vond hij erg leuk. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik wist me soms ook geen houding te geven, maar het was wel gewoon heel erg grappig. Daarna zijn we Walt Disney Studios Park ingegaan. Heb ik ook gewoon heel veel sieropnames gemaakt, omdat er gewoon ook heel veel dingetjes vet waren om te laten zien. En ja, er zaten gewoon een paar vette attracties tussen. Dat Horror Hotel, dat was gewoon echt, dat vond ik super spannend. Ik vond die attractie met Aerosmith muziek, hoe heet die? Achtbaan. Die achtbaan vond ik wel gewoon echt super vet. Nog een Hollywood-achtige studio rondleiding, film rondleiding gekregen met special effects. Wat ik gewoon super vet vond, was misschien wel een van de vetste dingen die ik vandaag in dat park had gezien. Daarna zijn we nog eventjes de Disney Village ingegaan. En hebben wij samen in een luchtballon gezeten. En dat vond ik ook gewoon super gaaf. Dus ja, ik en Jan gaan straks nog eventjes een filmpje kijken. Het zal waarschijnlijk voor vandaag een Disney filmpje zijn. En dan moeten we morgen natuurlijk weer vroeg opstaan. Want ja, vandaag was natuurlijk ook gewoon weer een lange dag. Dus morgen is de laatste dag dat wij in het park kunnen zijn. En dan willen we eigenlijk gewoon nog overal een beetje rondlopen. En dan ga ik ook nog het een en ander filmen. Dus ik zou zeggen, jongens, vond je deze video dan leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Gooi nog eventjes in de reacties wat jullie favoriete moment was. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En misschien wel weer tot de volgende Disney video of een andere video. En dan zeg ik dag. Doei doei!